Nou, zeg maar. Waar zijn we nu in Kerkhoor? En waar werken jullie? In de tuin. In de tuin. Kom maar. We hebben een moestuin. In die moestuin verbouwen we groenten. Deze groenten wordt weer gebruikt bij Kerkhoor in de catering. En alles wat overblijft, dat wordt dan verkocht aan personeel of mensen die toevallig langskomen en kijken van oh, wat leuk wat jullie hier hebben. Toen in de tuin, plantjes. Plantjes. Deze ook weer planten. 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 Planten in de aarde zitten, water vullen. Dan wordt het gras natuurlijk aangeharkt en we hebben een hele mooie compostloop waar we dat dan weer op kunnen gooien. Dus alles wordt ook wel weer herbruikt. Hij is geweest, jongens. De werkzaamheden verder zijn, ja, het oogsten zometeen van de planten die klaar zijn. Het zorgen dat de planten water hebben, vooral met dit weer, is dat een hele uitdaging. Wat vinden jullie het echt het leukste om te doen? Echt het leukste te doen. Alles. Spieren. Spierballen? Ja. We zijn er. Even daar naar binnen. Dit is wel lekker warm hier van de bloemen. Komkommer. Van komkommer, paprika. En dan zotter hier. Tomaten. Tomaten. De cliënten die hier komen, die leren hoe zij van zaadje tot aan plant de plantjes moeten verzorgen. Hierbij gebruiken we de materialen die je ook in een moestuin gebruikt. Soms met wat aanpassing door iets meer uitleg of met papier. Picto's en zo. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat ze lekker buiten kunnen zijn. Ook al is het even slecht weer, dan gaat de tuin gewoon door. Dus de doorzettingsvermogen, discipline en het leuke van Kerkhoor, want Kerkhoor maakt het heel divers. Je hebt kunst, je hebt industrie en je hebt gewoon een buitenruimte waar je lekker aan de slag kan. Je handen in de grond, dicht bij de natuur. We zitten ook in een hele mooie omgeving, dus we zien paarden. We gaan naar de manege toe om daar mest te halen voor de compost. Dus zo ben je gewoon lekker overal. Mijn droom is dat ik hier cliënten krijg die straks lekker in de arbeidsmarkt aan het werk kunnen. En dan eventueel een doorstroommogelijkheid heeft om bij bijvoorbeeld een zorgboerderij of bij een tuincentrum, misschien wel in een moestuin ergens anders te gaan werken. Heb je ook groene vingers en heb je echt zin om ook lekker in de tuin te gaan werken? Neem contact op met Kerkhoor. En dan zie ik je vanzelf wel verschijnen.